Ik ben in Vlaardingen geboren in 1938 en mijn vader kwam uit Suriname, uit Paramaribo. En hij is op jonge leeftijd, maar ik weet niet precies hoe oud, is hij naar Curaçao gegaan voor zijn opleiding, een technische opleiding. En daarna is hij naar Nederland gegaan voor zijn machinistenopleiding. En ik neem aan dat hij daar mijn moeder ontdekt heeft en heeft leren kennen. Want mijn moeder is nooit in Suriname geweest. En zij was verpleegster in Amsterdam. En ik denk dat ze elkaar daar hebben leren kennen. Maar ik heb daar met mijn moeder nooit veel over gesproken. En ja, ik was bang dat zij weer verdrietig zou worden als ik over mijn vader sprak. Omdat hij maar zo kort met haar getrouwd geweest is door de oorlog. Omdat hij is omgekomen. Hij is, waar precies, dat wist ik aanvankelijk niet. En nu weet ik, sinds niet al te lange tijd, dat het schip waarop hij voer getorpedeerd is in het kanaal. Waarschijnlijk al in 1941. Hij voer op een Shell tanker. En mijn moeder wist dat ook niet in de oorlog. Was dat helemaal niet bekend. Ze kreeg gewoon geen bericht meer. En na verloop van tijd kreeg ze van het Rode Kruis een brief waarin stond vermist, vermoedelijk omgekomen. Maar dat was dus niet zeker. En dat moment herinner ik me nog precies. Dat ik als kleinkind in een kamer zat bij ons thuis, in de huiskamer in Vlaardingen. Op schoot bij mijn moeder en mijn moeder huilde vreselijk. En dat heeft toch op mij die indruk gemaakt van. En toen werd ook iets over papa gezegd. En dat hij er niet meer was of dat hij misschien niet meer thuis zou komen. En daardoor heb ik ook waarschijnlijk mede daardoor niet veel meer gesproken over mijn vader. Omdat het eerste eigenlijk wat ik van mijn vader wist, dat verdrietig was. Dat heb ik later zo moeten reconstrueren, want dat weet je natuurlijk niet. Ik was waarschijnlijk 3 jaar toen dat bericht in Vlaardingen aankwam. En er zaten nog meer mensen in de kamer. Ik denk een broer van mijn moeder en misschien de dominee wel, want die kwam dan ook bij zulke gelegenheden. Ja, dat was dus de eerste herinnering die ik heb. Okay, dat was in de tijd van Mussolini. Mijn tante noemde dat ik op Mussolini leek. Dat vond ze tenminste. Dik kind met 1 krul. Ja. Later zijn die krullen wat gegroeid en ben ik gelukkig iets minder dik geworden. Toen was ik pas geboren. Hier zit mijn moeder dus in het kraambed. 6 weken. Nou, dan was mijn vader thuis. Oh. Want die zit hier bij. Ja, die donkere, of tenminste, ja, mijn vader was dus gedeeltelijk met Surinaams bloed. En ik ben ook heel blij dat ik nog die vrolijke foto's, dat mijn vader zo blij was met mij. Dat geeft je toch wel een. Dat ben ik. Toen was hij thuis. Dat vind ik zo vrolijk. We kijken er alle twee zo. We zijn erg blij met elkaar zo te zien. Ja, dat vind ik toch echt heel, heel troostrijk. Ja, dat was een heel abnormale situatie, omdat ik ook geen broers en zussen had. Hè? Dus het was eigenlijk een soort moeder-dochter, maar ook een soort gelijke in een soort vriendinnenrelatie. Het was ook wel moeilijk, want ik moest ook altijd solidair met mijn moeder zijn. En kinderen willen dat natuurlijk niet altijd, hè? Maar dat gevoel had ik wel. Want ja, wij waren maar samen en als ik dan al het verbond verbrak, dan. Dan was het. Dat deed ik gewoon niet. En dat heb ik later ervaren. Ik denk, kinderen hebben gewoon nodig om vreselijk hekel aan hun ouders te hebben. Of zeggen nou van. Ik heb er geen zin meer in. Of ik zoek. Mijn kinderen die riepen dan: ik zoek een andere moeder. En dan zei ik: nou, ga je gang, probeer maar iets of zo. Hè. Maar dat kon ik niet doen. Dat idee had ik niet. Bovendien was mijn moeder. Die was ziek, of tenminste, die had een hartafwijking. En niet een aangeboren, maar een
gekregen. Ze had een infectie aan de hartklep gehad. Nou, dat kon ook niet. Dus ze was nogal vaak ziek. En ik was heel angstig dat zij ook dat zij zou doodgaan. Want dan had ik helemaal niemand meer in mijn optiek. Nou, dat was ook wel zo dan. Dus het was, ik heb een hele leuke, goede jeugd gehad, omdat mijn moeder heel vrolijk was en deed wat ze kon. En ook dankzij die tantes, met name één tante. Maar het was wel, er was altijd angst om nog meer kwijt te raken. Dat wel. Na de oorlog kwamen nog heel wat zeelui kwamen terug. Die hadden meestal in Amerika gezeten. Hadden ze nooit meer iets van gehoord. En ik weet ook nog op school dat ik een meisje in de klas had. En die vader die kwam terug. En dat was voor mijn moeder was dat ja, zo'n moeilijke tijd. Eigenlijk weer een tweede rouw. In 1941 had ze dat al gehoord. En dan in 1945 komen er dan nog zeelui uit het niets opduiken. Is overleden in het ziekenhuis en toen kreeg ik een tasje wat ze altijd bij zich had, kreeg ik terug en daar zat een afscheidsbrief in van mijn vader. Die had hij geschreven voordat hij wegging. Nou, eigenlijk ja, ik weet niet waar hij hem geschreven heeft. Staat er misschien ook nog op. Op Curaçao heeft hij die geschreven. Hij is vanuit Nederland is die met de boot naar Curaçao gegaan. Daar woonde een broer van hem, die werkte bij de KLM. En die heeft hij die brief gegeven. En die afscheidsbrief, die heeft hij, nou, heeft hij gezegd, als mij iets overkomt, dan moet je die naar mijn vrouw sturen. En die afscheidsbrief, die vond ik pas. Nou, mijn moeder was overleden, was 24 jaar, ik was 24. 24 jaar, of nou ja, zoveel jaar later. Bij haar spulletjes, die heeft ze nooit aan mij laten zien. Dat is deze brief. Ja. Ja. Wat is dit? Moet ik even weer mijn bril opzetten, anders kan ik hem niet lezen. Deze brief laat ik bij René achter. René is zijn broer. Met het verzoek het aan jou door te sturen. Lieveling, toen de oorlog uitbrak, was ik op weg naar Rotterdam. Even wachten. Ik verheugde me al op het weerzien. We zouden ongeveer op 25 mei, moet je nagaan, 25 mei, in Rotterdam kunnen zijn. Nou, en dan schrijft hij ook over mij. En dan onze lieve dochter. Wat was ze lief de laatste reis dat ik thuis was. Iedereen hier die de kiekjes ziet, vindt haar een schat. Maak een flinke meid van haar. Nou, dat heeft mijn moeder gedaan. Dat was echt fantastisch, zoals ze mij heeft opgevoed. Ook gezorgd dat ik zelfstandig zou worden. Want het was natuurlijk heel makkelijk dat ik me erg aan haar zou hechten. En ondanks haar ziekte heeft ze gezorgd dat ik toch zelfstandig werd. Dat ik mijn eerste baan buiten Vlaardingen had, zodat ik op kamers ging wonen. Ik heb nog een jaar in Parijs gewoond voor studie. En dat vond ze toch. Dat heeft ze allemaal gestimuleerd ook. En dat vind ik fantastisch. En als ik dat dan lees, denk ik, nou papa, het is goed gegaan. Ja.